High five. Welkom bij de High Five van de Sint, waarin we de allertofste Sint-momenten voor je hebben verzameld. We beginnen met plaats 5. Merel en Amika, die verdacht veel op het paard van Sinterklaas lijkt. Sint, als je dit hoort en je vindt dat slecht weer vandaag een jaartje rust verdient, zoek niet verder. Wat doe jij hier? Ik heb de ideale vervanger gevonden. Of ben je aan het slapen? Dat paard van jou wordt tenslotte ook een dagje nauwer, hè? Hé, hey, kijk! Pepper zit er klaar. Zie je wel, niemand zal het merken. Niet dichterbij komen. Hé, hey, Sinterklaas er ook? Amika, ik hoop dan wel voor jou dat jij net als slecht weer vandaag snel tevreden bent op het vlak van eten. Berend weet niet goed wat kiezen, links of rechts. Je kan het paard van Sinterklaas nu niet bepaald een foodie noemen. Je zal dus, en dat zien we op plaats 4, veel wortels en suikerklontjes moeten eten om plaats te maken voor al die snoepjes en koekjes. Succes! Wie zonder probleem al die snoepjes en koekjes kan doen verdwijnen, is Alberto. Op plaats 3 eet hij zijn buikje rond. Ik kan al raden wie er straks buikpijn zal hebben. Ik kijk altijd zo hard uit naar de komst van Sinterklaas dat mijn brief al geschreven is in de zomer. Liefste Piet. Want die zijn er ook natuurlijk. Liefste paard. We mogen niemand overslaan, hè. Kijk eens. Amai, zeg. Netta. En aan Chiara, uw naam moet je wel zelf schrijven natuurlijk, hè. Oh, zie. Kijk, ja, cool. Ik oefen mijn pepernotenbakkunsten al wanneer het 30 graden is. Oké, misschien een beetje overdreven, maar hey, voorbereiding is alles. En daar weten de kids bij Sinterklaas kapoentjes alles van. Dat verdient dan ook een tweede plaats. Ik moet toegeven, ik ben best jaloers op het verjaardagsfeest van Sinterklaas. Elk jaar zakken er superveel mensen af naar het Sportpaleis voor de grote Sinterklaasshow, waar er keiveel toffe artiesten het beste van zichzelf geven. Ik bedoel, K3 mag ook wel eens op mijn verjaardagsfeest een optreden komen geven, hoor. Jongens, kunnen we dat dan nu even regelen? De grote Sinterklaasshow krijgt een mooie eerste plaats in de High Five van de Sint.